Kan ik u helpen, meneer? Zegt u het maar. Is er iets specifieks dat u zoekt? Ik wil u heel graag even van dienst zijn. Wat zoekt u precies? Opdringerig zijn. Het is een van de vele trucjes om de klant weg te pesten. Erik Matlener uit Winsum is expert in het klanten wegjagen. En leert deze en vele andere handigheidjes aan de ondernemer. We zijn het toch met elkaar eens dat klanten eigenlijk gewoon heel vervelend zijn. Dat is ook wetenschappelijk allemaal vast te staan dat klanten gewoon etters zijn. Ja. Klanten zijn gewoon domme, lastige, eigenwijze en eigenzinnige etters. Die er een sadistisch genoeg in scheppen om ons alleen maar van ons werk te houden. In de cursus die Erik geeft, krijgt de ondernemer met allerlei technieken te maken om de klant weg te jagen. Roelof, wat je zou kunnen doen is de boeken omdraaien, zodat ze wat minder makkelijk gevonden worden. In tegenstelling tot wat de cursus doet vermoeden, leren de ondernemers juist goed om te gaan met de klant. Het is natuurlijk satire. Het is natuurlijk heel grappig wat we allemaal doen. Maar mijn boodschap is dat het zo simpel is om de klanten te behouden, om de klant tevreden te maken, om klantgericht te zijn. Het heeft allemaal te maken met de houding van het personeel. Volgens Matlener is de vraag naar de cursus groot. Ondernemer Roelof Dijkstra kan dat wel begrijpen. Ja, zo nu en dan even alert worden op wat je doet en hoe je met klant omgaat is wel belangrijk. Aan de hand van de cursus ziet ook Dijkstra dat hij af en toe niet helemaal goed bezig is met de klant. Ja, je doet het toch wel, ook al proberen we het niet. Je probeert heel vriendelijk te zijn, maar soms is het de 10e of de 12e of de 20e klant die net even iets anders reageert. Of zelf ben je misschien een beetje prikkelbaar. Uiteindelijk, wij zijn soms ook gewoon net mensen. Daar word je toch wel een beetje geïrriteerd van. Meneer, ik denk echt dat dit veel geschikter voor u is. Erik hoopt de ondernemers te laten zien dat door kleine aanpassingen de klant zeer tevreden kan zijn. Het is zo simpel om het anders te doen. Het is zo simpel om je iets anders op te stellen en een andere houding aan te nemen, waardoor ik het als klant heel prettig vind en heel graag terugkom.